Laten we gaan spelen in de Awakening Woods. Misschien komen we nog Deku-nuts tegen, weet ik veel. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. In de vorige aflevering zijn wij helemaal klaar in Valley of Repose voor nu. Zoals je ziet zijn er nog twee caves, maar daar kunnen we op dit moment nog helemaal niks doen. We zouden er naartoe kunnen gaan, maar er is op dit moment niks voor ons te doen. Dus in deze aflevering gaan we naar de Awakening Woods, omdat we hebben daar weer nieuwe stuff. Voordat we deze aflevering gaan beginnen, wil ik eventjes melden. Ik heb eventjes de sensitivity van mijn Wii Bar. Heb ik al eventjes aangepast, doordat het geflikker niet meer zal gebeuren. Voor de mensen die zich afvragen hoe gebeurt dit, waarom gebeurt dit, hoe kan ik dit fixen. Dit kun je fixen via de instellingen, dan kun je zien welke light sources dat hij oppikt voor bewegingsmeldingen en al die dingen. En ik heb de mijne op 1 gezet omdat hij pakte inderdaad het licht van buiten af. Waardoor dat hij dus zeg maar over de hele scherm heen stond te springen. Greetings, it should be pleased to know that the purple Pikmin unlocked safely into my hole. Leuk voor je. They can find that my inventory is to suit them perfectly, though they do occasionally tickle me. Te veel informatie, makker. Oké. Willen we paarse Pikmin dus zeg maar pakken, dan kunnen wij dus zeg maar in de ring van het schip gaan staan. En daar kunnen wij onze purple Pikmin halen. Zoals je ziet, de controls zijn nou veel smoother. Hij springt niet meer overal doorheen. Dus daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken. Nou, ik wil zeker alle Pikmin naar buiten toe halen. En aangezien dat we de paarse Pikmin nog niet in battle hebben gezien, wil ik dat zeker met jullie nog even meegeven. Er is een heleboel wat we kunnen doen. En oh, wat zijn die controls nog zo lekker smooth. Oh, dit had ik veel eerder moeten doen. Dus voor de mensen die hebben gezegd van, oh ja, dat is het probleem van de Wii. Nee, dit is gewoon te fixen via de settings. Oké, nou, ik wil heel eventjes. Wat nou weer? Louis has allemaal instructed you on the particularities of the Pikmin creatures. De Pikmin form groups. Ja, dat wou ik later vertellen. En dat van Grappa, dat heb ik al uitgelegd. Serieus, je begint een beetje vie-irritant te worden. Oké, heb ik nog steeds een Pikmin vast? Nee. Oké. Als we dus zeg maar paarse Pikmin gaan gooien, let op wat er gebeurt. Die homen zich in op de vijand, waardoor dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de Pikmins die we dus zeg maar bij ons hebben. Kijk dan bijvoorbeeld naar deze groot. Weet je nog dat hij 4 van onze Pikmin heeft gekild? Stout beest. Let op, dit wordt leuk. En hij is verslagen. Purple Pikmin kunnen je zoveel tijd besparen als je dus zeg maar aan het battle bent met verschillende Pikmin. Deze nemen we ook even mee, want we hebben toch wel even wat meer nummers nodig. Dus je wil hun gelijk eventjes halen. Hier hebben we al gelijk een van de extra treasures die we kunnen vinden. Een aardbei. Laten we die ook even gelijk meenemen. En ik zie hier dat we ook deze even mee kunnen nemen. Die kunnen we meenemen. En hier hebben we female share grubs van de eerste game. En deze zijn totaal eigenlijk zeg maar een beetje zinloos. Die kunnen je absoluut geen pijn, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Neem ze ook maar mee. Hoe meer Pikmin we pakken, hoe beter. Dus oké, daar hebben we ook nog een pallet posy. Hartstikke handig. Dat zijn van die dingen die wil je al gelijk doen. Nou, waar dat wij eigenlijk naartoe willen lopen. Ja, sowieso wil ik hier ook eventjes deze even meenemen. Hoppakee. Oh, richting gaat nou zoveel makkelijker. Nog steeds gooi ik er niet recht bovenop. Hier hebben we ook nog een paar van die shake grubs hier. Gewoon, hoppakee, afmaken die app. Jullie nemen ze automatisch mee. Daar krijgen we meer Pikmin voor. En onze strawberry is al gearriveerd. Ik vind het leuk als we veel progress gelijk de eerste dag hebben. 170 voor een aardbei. Sunseed berry. Ik vind het best, nou, het is gewoon een aardbei. Maar goed, dat betekent 10% van de debt hebben we al gehaald. Yay! Wil niet zeggen dat we al op 10% van het spel zitten hoor. Maak je maar geen zorgen. Goed, dan hebben we hier dus ook nog iets nieuws. En dat zijn dus zeg maar berry dinges. Die willen we collecten voor iets speciaals wat ook handig is in dit spel. Goed. Olimar, we have a problem. The onion has ceased ejecting seeds. Is it malfunctioning? Interesting. It seems the number of life forms within the onion has increased. Didn't you know that more of 100 Pikmin are venturing on the planet at once? But I currently observe there are 95 on the surface. Could there be wild Pikmin somewhere? Ja, die zijn er zeker. Maar waar? Maar goed, je kunt dus maar 100 Pikmin op het veld hebben, zoals onze goede vriend dus al gelijk had verteld. Dan vraag ik mij af, hebben we Louis, die is volgens mij aan de andere... Oh, ik zie iets, die wil ik even hebben. Ah, hij is al weg. Jammer. Oh, hij is terug.
Gooi je Pikmin daar bovenop en krijg nectar! Nectar zorgt ervoor dat je Pikmin flauwe Pikmin worden. Flauwe Pikmin zijn een stuk sterker dan gewone Pikmin, sneller en handiger. Dus je wil zoveel mogelijk flauwe Pikmin natuurlijk zo snel mogelijk hebben. De Pikmin that drank the yellow nectar instantly, de flauwe Pikmin! Dat is ook de bedoeling, dat leg ik net uit. In the past they have inside the motor scales, what a wonderful nectar! Ja. Yeah. How intriguing! Like plants, Pikmin made from leaf to bud to flower! Nee, goh. Captain Olimar, you must share the information with your evidence and stop at Louis! Dat maakt zelf wel uit. Ja? Ik bedoel, serieus. Oké, dus... Het probleem is wel... Eén Pikmin kan een hele drop van nectar, zeg maar, opslurpen. Dus daar wil je wel voor uitkijken. Nou, op het moment wil ik hun eventjes bezig hebben hier met deze muur. En dan laten we Louis heel eventjes de andere Pikmin even plikken. Plukken. En aangezien dat we nou dus zeg maar niet meer Pikmin hoeven te harvesten op dit moment. Omdat we dus zeg maar de maximale aantal Pikmin hebben. We hebben 106 Pikmin op het moment. En we kunnen er maar 95 omdat ergens op de kaart zitten dus nog wilde Pikmin. Dus oké. Nou, we hebben er 65 bij ons. Dat is decent. Dan willen we er een paar dus zeg maar hier op sturen. Die kunnen even een paar berries gaan verzamelen. En dat kunnen hun dan ook even aan deze kant doen. En dan hebben we nog even een groepje die kan extra daarbij gaan helpen. Dus daar gooi ik eventjes ook wat Pikmin naartoe. Nou, deze bloemen, die zijn enorm handig. Ik vind het zo fijn dat mijn controls nou niet meer alle kanten op spasten. Zien jullie daar? Die sensitivity, die heb ik, tot ik die lager heb gezet, ben ik zo blij mee. Dus, maar ja, zoals je dus ziet, er zijn hier een heleboel berries die we dus nou zeg maar mee kunnen nemen. En die berries, die zullen ook weer hergroeien. Dus je wil al die berries zeker meenemen, want die geeft namelijk iets speciaals. Nou, ondertussen dat hun geen berries meer hebben, kunnen we eventjes deze muur verder even naar beneden halen. En dan gaat Louis heel eventjes terug naar basis om eventjes de Pikmin daar eventjes te collecten. Zoals je ziet, krijgt hij dus eerst van, hey, dit is iets nieuws, daar moeten we heel eventjes over babbelen. Ja, het is een rode knikker. Astounding! Serieus, dat skipt dus echt overal van wow, amazing, geweldig, super! This berry contains ultra spicy essence. Ja, dat is leuk. It does not appear to have any monetary value, but I shall resource potential users for it. Bring me more specimen. Nou, kijk eens, er komt een heel leger jouw kant op met specimen. Nou, dat gaat dus allemaal op de automatische tour. En op het moment dat je de 10 hebt verzameld, volgens mij hebben we er ook 10. Ja... Yay! Captain Olimar, my research on the red berries you discovered has yielded a powerful potion. Behold the ultra spicy spray. Although it is untested, I believe it will have spectacular results. Spray it on all your Pikmin by pressing 2. Give it a try! When necessary, I can produce one bottle of spray with 10 berries. Ja, nou, daar zijn we heel erg blij mee. Met plus kun je dus kijken hoeveel berries dat je verzameld hebt. Nou, zoals je dus ziet, we hebben nou dus één van die sprays. Die zorgen ervoor dat Pikmin enorm sterk worden voor een bepaalde tijd. Dit is heel erg handig. En ik zie dat we er weer een paar bij kunnen gooien. Dus laten we eventjes een groepje Pikmin heel eventjes weer terugroepen. Die muur is toch bijna klaar. Ik bedoel, jullie kunnen daar even mee bezig zijn. De rest gaat gewoon nog even verder met die muur. Daar hebben we een nieuwe vijand trouwens. Die kan gevaarlijk worden. Dus als die muur klaar is, jongens... Oké, die muur is klaar. Eerst eventjes... Want die berries blijven namelijk niet oneindig op de grond liggen. Op het moment dat de berries op de grond liggen, dan is er een bepaalde tijd... Tot je dus, zeg maar, de berries... tot ze dus, zeg maar, kapot spawnen. Dus, ja, daar wil je wel voor uitkijken. Oké, nou, even jullie even allemaal dat meenemen. De rest van de Pikmin die gaan mee naar Olimar. Kom op! Oké, daar waren ze allemaal. Goed. Olimar, jij fluit ze even naar je toe. En dan pakken we eventjes de paarse, want dit is dus een nieuwe vijand die we hier zien. Jullie weten hoe goed dat ik met namen ben. Maar deze die heeft dus zeg maar een hele grote neus. En met die hele grote neus valt hij jou mee aan. Dus daar wil je zeker voor uitkijken en daarvoor wil je hem zeker killen. We zouden hem terug naar basis kunnen brengen, maar ik wil heel even focussen. Nou zit hier ook een vijand. Dit is namelijk een incognito vijand. Wat je wil doen is, je wil één Pikmin er naartoe gooien. En dan wil je zoveel mogelijk purple Pikmin erop gooien en dan kun je ze zelf stunnen. Kom op, stun hem. Maak hem af. Goed zo. Ja, paarse Pikmin hebben dus ook nog eens een keer de kracht om vijanden te stunnen. Wat zeker heel erg handig is. Nou vraag ik mij af. Daarboven daar hebben we stroom voor nodig. Ik ga heel even op de map kijken. Daar hebben we stroom voor nodig.
Hoeveel Pikmin hadden we hier voor nodig? Even de paars eventjes. 200. Nee, daar kunnen we nog niet naartoe. Want we hebben maar 10 paarse Pikmin, dus daar kunnen we nog niet naartoe. Ik wil eventjes een paar rode die dat even meenemen. Ik bedoel, deze geven toch ook best wel veel Pikmin. Dus gelijk meenemen die op. Op, meenemen die op. En dan moeten we dus heel voorzichtig zijn bij alle planten. Want volgens mij zat er dadelijk nog ergens eentje. Daar kunnen wij ook nog niet naartoe, omdat dat is poison. Poison is vervelend. Maar we hebben hier een cave. En caves zijn altijd heel erg handig. Nou, dan gaan we heel eventjes naar Louie toe. Krijg ik cutscene dat we een cave hier hebben gevonden. Yay! Biological sensors are reacting violently. Their ratings are anonymous. Ja, weet ik veel. Boeiend. Lekker belangrijk. And based upon our power lurks in this depths, a large Pikmin group would be withering. My sound sensors are picking up hostile roars of many beasts, express dangerous encounters. Sensors are also showing extreme heat pockets. You may need flame-resistant Pikmin. But my records indicate so much data. Are my records incomplete? Jazeker, man. Je bent raar. Je bent maf. Je bent een raar schip. Hoe durf je? Oké, dus we wachten heel eventjes op de... Even kijken, want jij bent hier. Berries zijn alweer gegooid, maar we hebben 2 potions. Daar ben ik al eigenlijk heel erg blij mee. Dus we wachten nog heel eventjes totdat dat ding, zeg maar, terug is bij basis. En dan nemen we ze zo snel mogelijk mee tot we, zeg maar, naar die cave toe kunnen gaan. Nou, zoals je ziet, de halve dag is al voorbij. Weet je wat, kunnen jullie misschien nog heel eventjes wat extra berries meenemen? Ik bedoel, we moeten toch wachten op hun. Nou, trouwens, laat me zitten. Nee. Door. Hup, snel. Hup, meer. Snelheid. Kom op, jongens. We hebben niet de hele dag de tijd. Nou ja, eigenlijk wel, maar maakt niet uit. Ik wil er een beetje progress in gooien. Dus hup, met die beentjes. Goed, voor die teentjes. Zo gaat hij goed, zo gaat hij beter. Alweer een hele meter. Sneller! Ja, dan ben ik gewoon echt aan het swingen met mijn... Niet dat jullie denken van, goh, hij is weer spassies aan het doen. Nee, dat is nou goed gefixt. Even kijken, had ik met 20 Pikmin? Oké, nou, de nummers zijn weer geïncreased. Dan moeten we zo snel mogelijk naar die cave. Want daar stopt de tijd. En ik weet het, deze zou ook geharvest kunnen worden. Maar lekker laten liggen, want we hebben meer tijd. Die kunnen we nog niet pakken, want daar hebben we een ander soort Pikmin voor nodig. Dus, holy moly. Oké, we hebben 95 Pikmin bij ons, voordat er dadelijk eentje achterblijft. Gelijk naar binnen toe gaan. Ja, we gaan naar binnen. Nieuwe cave, nieuwe kansen. En zoals jullie dus zien, dit wordt een hele dag. Deze wordt niet onderbroken. Dus dit kan een multiple part worden. Ligt eraan. Sub-level 1. Hole of Beasts. Oké, nou ben ik heel erg nieuwsgierig wat we hier allemaal tegen gaan komen. We hebben 95 Pikmin bij ons, dus dat zal wel goed zijn. We hebben geen split taken, we hebben geen tijdsdruk. Het enige waar we vooruit moeten kijken is voor vijanden. Oh, dat zijn de shrubs waar we ons geen zorgen over hoeven te maken. Oké, geen probleem. Oké, daar gaan we dieper. En, oh, een paarse, paarse! Paarse zijn dus wel dodelijk. Oeh. Oh, daar ligt de paarse. Paarsen die vinden het nogal leuk om stiekem bij je Pikmin te kunnen snappen. En dan zeg maar een Pikmin in één keer te kunnen killen. Dus kijk uit voor paarsen. Nee, jij blijft van die paars af. Jij gaat ook niet lopen vervelen. Oh, ik haat mailshiergrub, serieus. Mailshiergrub zijn de ergste vijanden die zeg maar zo in één keer zeg maar, je Pikmin kunnen stelen. Dus daar wil je echt vooruit kijken. Oké, dan lopen we hier even doorheen. Hallo? Oh. Oké, nee, dat is gewoon een witte. Nou, voor die paarse wil je echt uitkijken. Ik heb het heel vaak namelijk gehad, dan ben je rustig bezig, zeg maar, al met je team om treasures te gaan verzamelen of iets. En dan in één keer komt er dan zo'n paarse voorbij. Zit hier iets? Hallo? Nee, is niks. Er moet hier een treasure liggen ergens. Hallo? Iemand hier. Alsof iemand hallo terug gaat roepen. Waarom roep ik hallo? Wat moet ik anders zeggen? Joehoe! Oké, nou. De D-pad! We hebben de D-pad gevonden. Die nemen we gelijk even mee. Oké, ligt hier nog iets? Volgens mij hebben we alle sheergrabs wel gekilled. Oh. Nee, hier zit nog een witte. Weg met jou! Oké, nou. Ik zie verder niks. Dus volgens mij even daar goed naar het geluidje luisteren. Maar we hebben dus de D-pad gevonden. Hoe noem jij hem? 100 poko's. Ja, wel leuk.
Stone of Glory. Nou ja, zonder hem kun je niks, hè. Dus, ja, het geluidje is gegeven, dus op deze vloer is niks meer te vinden. Oké, goed. Dan kunnen we dieper gaan. Nou, ondanks dat die Pikmin daarachter staan, kunnen we gewoon doorlopen, want die Pikmin zullen ons automatisch volgen, zoals ik in de vorige aflevering... Hallo. ...heb uitgelegd. Goed. Dit gaat nogal soepel. Sublevel 2. Oké, wat hebben we hier? Alsjeblieft niet weer... Oh, ik zie hier een ei. Eieren die zijn heel erg handig. Daar kunnen allerlei verschillende dingen in zitten. Zoals potions kunnen erin zitten of nectar. Dus je wil er één Pikmin op gooien. Oké, we hebben één bolletje nectar. Dus laten we daar eventjes gelijk wat flower Pikmin van maken. Oh, de Pikmin die zijn zo blij. Dat maakt me vrolijk als Pikmin ook blij worden. En oeh, dat is gaaf. We kunnen meer paarse maken. Nice. Oké, dan wil ik eigenlijk de Leaf Pikmin hebben. Daar kon ik ook in selecteren, geloof ik. Ja, nog op pijltje beneden te drukken terwijl dat je Pikmin vasthoudt. Ik wil Pokémon zeggen, hoor mij nou. Oké, even goed mikken. Want het nadeel is, als je dus Pikmin zeg maar in zo'n nieuwe bloem gooit, dan zullen ze gelijk deflowered worden. Met deflower bedoel ik dus dat op het moment dat je een flower Pikmin in zo'n ding gooit, dan komt er altijd een paarse leaf Pikmin uit. Dus ze zullen niet automatisch geflowered zijn. Dus daar wil je zeker vooruit kijken. Nou, eventjes deze even plukken. We hebben ondertussen nou 20 paarse, geloof ik. Dat is alleen maar decent. Oké. Zitten we weer op 95? We zitten weer op 95. Oké. We zijn weer lekker aan het zingen, hoor. Hartstikke gezellig. Dan vraag ik mij af, want volgens mij zat hier ook nog ergens een treasure. Ik weet het niet zeker, maar ik heb me natuurlijk weer gruwelijk vergissen. We hebben in ieder geval weer 10 extra paarse Pikmin. En vergeet niet, die zijn overpowered. We hebben hier nog een ei. Oké, weer nectar. Nou, het liefste, weet je, aangezien dat de paarse de langzaamste zijn, heb ik liever eigenlijk alle paarse alvast in flower vorm. Omdat die zijn de sterkste van alle Pikmin die we hebben. Dus even alle flower, alle paarse even flowerizeizen. Ik kan heel goed praten vandaag. Maar volgens mij zit hier dan geen treasure. Er zit een item die kan jou zo goed helpen met treasures en vertellen of de treasures zeg maar op een bepaalde vloer zitten. Maar op dit moment zie ik nog helemaal niks. Eventjes nog elke hoek even goed exploren. Pikmin die zijn ook vrolijk aan het zingen. Nee, volgens mij zit hier niks. Ik heb namelijk geen zin om een cave twee keer te moeten doen, maar we gaan gewoon dieper. Oké, we saven weer. Oké, sublevel 3. Zoals je al ziet, deze cave is al dieper erdoor. Oké, hier komen we onze eerste hazards tegen. Dit zijn vuurhazards. Vuurhazards, rode Pikmin zijn de enige Pikmin die zeg maar immuun zijn tegen vuur. Dus die kunnen heel erg makkelijk die dingen uitschakelen. Nou, in de vorige Pikmin game kon je deze dingen niet uitschakelen en moest je dus zeg maar alleen maar met rode verder gaan. In Pikmin 2 zijn rode Pikmin een beetje zeg maar genervd en niet meer zo spectaculair als dat ze eerder waren. Aangezien dat we deze torches gewoon uit kunnen schakelen en ons daar geen zorgen meer over hoeven te maken. Dus ja, op het moment dat je al die torches hebt uitgeschakeld, hoef je dus geen zorgen meer te maken over vuur, want dan zal er geen vuur meer komen. Oké, jullie gaan daar even aan de slag. Zit hier achter iets? Oeh, daarachter zit iets. Als het goed is, pakken hun gelijk dat steentje daarop. Ja, hun zijn slim. Hoort zo. Gooi er even wat meer bij, want die hebben de 12 nodig. Oké, jullie brengen dat wel terug. Wat is het eigenlijk? Och, dat is zo'n steen van dat spel. Hoe heet dat spel nou? Mayon, geloof ik. Ik hoop dat ik het goed uitscheld. Oké, eventjes die nog even uitschakelen. En hier zien wij een floppy disk met Nintendo erop. Wat eigenlijk heel erg grappig is, omdat eerdere spel, ik weet niet meer precies van welke console dat was, maar dat was nog voor de NES, hadden ze dus zeg maar tot je spellen had op floppy disks. Oh, de Mayon-steen is teruggekeerd. Wat krijgen we ervoor? 150 Poco's, wat leuk. Strive Monolith. Juist. Leuk.
Geweldig. Oké, nou nemen jullie Floppy mee? Moppy, waar is mijn Floppy? Ik ben geautomatiseerd. Straks gaat alles nog verkeerd. Ik vind het wel mooi. Dat ook echt Nintendo op. Ach, dadelijk kunnen we het in detail bekijken. Voor de rest hebben we hier volgens mij ook niet echt veel meer te doen. Dus, ja, we wachten heel eventjes tot de Floppy er is. Dus ga ik even een gezellig gesprek hebben met de Pikmin. Dus, Harry, waar is Harry? Harry? Jij bent Harry. Harry, hoe was jouw weekend? Vertel het eens, jongen. Vertel het eens eventjes over hoe jouw weekend was. Nou, we waren eigenlijk lekker, in het weekend waren we eigenlijk aan het relaxen. Maar toen kwam er in één keer een groot schip met jullie erbij. En ja, nou gaan we jullie weer helpen. Dus heel mijn weekend is eigenlijk een beetje, ja, verpest. Harry, met jou praat ik niet meer. Ik ben boos op jou, Harry. Dit Floppy is gearriveerd. 230 poko's, deze nogal. Nintendo, wat staat erop? Wat is daar? Dat is een of ander spel. Ik kan hem niet goed lezen, helaas. Ziet er wel gaaf uit. Maar ja, hij is veel waard. Cosmic Archive. Zal wel goed zijn. Ik hoor het geluid en dan gaan we naar de volgende cave in de volgende aflevering. Want ja, we zitten toch al 21 minuten in deze aflevering. En zoals ik al zei, in cave staat de tijd stil. Dus voordat we dieper gaan, denk ik dat ik dat wil doen in de volgende aflevering. Dus heb je een leukste momentje, nog vragen, laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je er natuurlijk de tijd voor hebt voor de nieuwe Purple Pikmin. Waarom ook niet? Hebben we een reden om een like te geven, want die zijn super sterk. Boom. Werk veel. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. We gaan dieper in de Cave of Beast. Tenminste, zo heette deze toch? Ik geloof het wel. Maakt niet uit. Is goed. Doei!